Ze rollen over sporen, worden omhoog gehoffen en afgeremd. Deze mini-basketballen hebben net als hun grote broertjes slechts één doel, namelijk in de korf te belanden. Maar de korf is in deze Lego-constructie meer een soort toren. Maar dat doet er niet toe. Elke worp zit. Deze Lego-machine bestaat uit meer dan 2500 bouwstenen. Ook steken er 5 modules in met 2 motoren en een pomp die met gecomprimeerde lucht werkt. En om het overzicht niet te verliezen, telt deze controller hoeveel worpen er reeds gedaan zijn. En dat kunnen er een heleboel zijn, want de ballen zitten in een geautomatiseerde kringloop. Met het doel om de bal in de toren te doen vallen, gaat het altijd maar weer verder, opnieuw en opnieuw.